الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. <applause> The production justice. De beelden die ons bereiken doen veel met ons. Ik denk dat de gemiddelde onder ons nog nooit zoveel leed heeft gezien met zijn blote oog heeft waargenomen. Als het leed wat, on, wat onze broeders en zusters in Palestina momenteel wordt aangedaan. Ik denk dat de gemiddelde onder ons zich niet kan herinneren dat er zoveel kinderen in vier weken de tijd zijn vermoord als, deze, als dit onrecht wat nu gaande is. Sterker nog, datgene wat ons bereikt is slechts een deel van het geheel. Wat ons niet bereikt is vele malen erger. Daar heb ik het niet alleen maar over de mensen die vermoord worden, maar ik heb het over andere plekken in de wereld waar een soortgelijke onrecht plaatsvindt. Laten we onze broeders en zusters in Syrië niet vergeten, die dag en nacht nog steeds worden uitgeroeid door hun eigen mensen. Door een regime die uh, zichzelf op die plek heeft gezet om een hele gemeenschap. En een hele volk uit te roeien. Dat is een werkelijkheid. En laten we niet snel klappen voor degenen die zich doen alsof ze opkomen voor Palestijnen, maar in, in feite niks anders doen dan voor hun eigen belangen opkomen. Want in Syrië vermoorden ze mensen en in Gaza doen ze alsof ze voor menselijke levens opkomen. Ze komen uh, op voor hun eigen belangen, voor hun eigen gewin. En een moslim dient daar bewust van te zijn. Het onrecht. Wat ons bereikt is slechts een deel van het verhaal, geliefde broeders en zusters. Want we zien die vernederingen weinig of nauwelijks. Van Israëlische soldaten en onderdrukkers die Palestijnen, die Palestijnen vernederen. Op allerlei manieren. Je kunt hier op afstand gaan roepen hoe laat je je vernederen door een, door een kolonist. Maar op het moment dat je een gezin hebt die je moet onderhouden. Op het moment dat, een, dat je kinderen hebt die op brood thuis zitten te wachten, die geen eten, geen, geen drinken hebben, dan ga je heel anders in het leven staan dan op afstand grote praatjes houden. Er zijn Palestijnen die tot de dag van vandaag nog steeds als slaven worden genomen. Misschien kun je zeggen, ja, slaven bestaan niet meer, maar op het moment dat een kolonist jouw land, jouw huis, jouw grondgebied overneemt en uit noodzaak, ben je genoodzaakt om bij hem te gaan werken voor het minimale wat iemand zal kunnen krijgen. Dan is dat een nieuwe moderne vorm van slavernij, die we moeten erkennen. Het moet ook benoemd worden. Je kan ene wijk niet verlaten om naar een andere wijk te gaan, al is het school, al is het werk, al is het een ziekenhuis, totdat je vernederd wordt. Hoeveel vrouwen eh, 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 hebben zich bij de checkpoints bevallen? Talloze vrouwen. Hoeveel kinderen zijn op die checkpoints vermoord? Talloze Pijnlijke verhalen die wij niet eens in de middeleeuwen hebben meegemaakt, maar vandaag de dag nog steeds gaande zijn, onder toezicht van de internationale gemeenschap, zonder dat iemand daadwerkelijk in actie in actie komt. Dat zijn pijnlijke dingen. Dat zijn hele moeilijke, zware zaken die ons bereiken en die doen ook iets met ons. En dat moeten we bevestigen, erkennen. Maar tegelijkertijd. Zit daar wel een valkuil in, geliefde broeders en zusters. Want op het moment dat je gewend raakt en zoveel leed. Op het moment dat je gewend raakt aan al die vreselijke beelden die jou dag in dag uit bereiken die je dagelijks op je scherm ziet, dan ga je zelf daaronder lijden. Dan ga je zelf misschien geketend blijven. Je kunt in depressief belanden, in depressie belanden. Ik heb mensen gesproken die zeggen: "Ik kan niet meer" Een gewone leven leiden. Ik kan niet meer gezellig doen met mijn kinderen. Want elke keer als ik mijn kind aankijk, dan zie ik al die honderden kinderen die uitgeroeid worden, die onder de puin worden gehaald. Ik kan niet meer gelukkig zijn en ik kan mijn leven niet meer op orde krijgen zoals het hoort. En dat is een belangrijke punt om erover na te denken, zelfs in deze moeilijke tijden. Laat de emoties niet de controle overnemen. Op het moment dat emoties, de controle overnemen en dat je stappen onderneemt en acties uitvoert op basis van emoties, dan is de kans op fouten heel groot. Dan, dan is de kans op het niet prioriteren van bepaalde zaken en niet op de juiste wijze ook heel groot. En daarom zegt de Profeet: Al-Mu'min is vat fatin. Is niet achterlijk. Een moe'min is niet achterlijk. Een moe'min is intelligent. Een moe'min gebruikt zijn verstand zeker onder dat, onder dat soort omstandigheden. De profeet alayhi salatu wassalam, heeft soortgelijke onrechten of misschien zelfs nog erger meegemaakt. Jarenlang werd hij bestreden om geen enkele reden behalve dat hij zei geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is zijn huizen verdreven. Zijn, kinderen, zijn, zijn familie werd vermoord. Zijn werd vervolgd. Zijn, zijn, zijn metgezellen werden voor hem. Gedood, alayhi salatu wasalam. Er is hem zoveel onrecht gedaan. Maar hij bleef altijd glimlachen. Hij bleef altijd positieve energie uitputten uit dit soort moeilijke omstandigheden. Totdat Ennis uh, zegt: Ik heb de profeet nog nooit gezien. Met andere woorden, ook onder dit soort omstandigheden, behalve dat hij aan het glimlachen, uh, aan, aan het glimlachen is. Hij is degene die heeft gezegd. Hij is degene die heeft gezegd. Wanneer jij glimlacht in het gezicht van jouw broeder, dan is dat een, een sadaqa. Laten we niet de hoop verliezen. Laten we niet geketend blijven. Laten we niet het niveau bereiken dat we in depressie verkeren of dat het verdriet of boosheid de controle overneemt, waardoor je je effectiviteit verliest. Op het moment dat je je effectiviteit verliest, dan kun je je positie, jouw rol die je vervult, niet op de juiste wijze vervullen. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om soms een stap achteruit te zetten. Vooral wanneer je dat vanuit een zuivere intentie doet. Het is niet zo dat het mij niet boeit of dat het mij niet interesseert wat daar gaande is. Maar ik, als mens, als individu, heb op dit moment even een break nodig. Dat ik even een stap terug kan zetten zodat ik straks tien stappen naar voren kan zetten. Wat ik ga reflecteren op mijn persoonlijke rol en wat ik eventueel zou kunnen doen om het onrecht daar effectief te bestrijden. Doe leuke dingen. Ga uit eten met je gezin. Het is niet haram. Het is niet verkeerd. Het is niet fout om onder deze omstandigheden even een moment te zoeken. Maar laten we tegelijkertijd. Het klinkt complex en tegenstrijdig, maar ik hoop dat mijn boodschap overkomt. Tegelijkertijd wil niet zeggen dat wij handen hiervan los moeten trekken en niks kunnen ondernemen en de hoop moeten opgeven en dat we machteloos zijn, dat we niks kunnen doen. We kunnen heel veel doen. Alleen de, de overwinning die de mensheid momenteel heeft bereikt is ongekend in de geschiedenis. Dat narratief aan het veranderen is dat zowel moslims als andere gelovigen massaal de straat opgaan om op te komen voor degenen die onderdrukt worden om op te komen voor mensen die hier de dupe van worden. Dat is een mooie zaak en dat moeten we blijven doen. Daarom begrijp ik sommigen niet die dan de discussie gaan voeren over demonstraties. Is dat wel toegestaan of niet? Demonstraties is een middel. Is een middel. Het is geen aanbieding. Het is een middel en dat, moet een, en dat middel wordt ingezet op het moment dat dat middel als effectief wordt geacht. En dat hebben we gezien. We hebben de resultaten gezien. Met een demonstratie kun je geen uh, uh, bommen tegenhouden. Maar je kunt wel eenduidige stem laten horen. Dus dat moeten we vooral blijven doen. Maar dat is niet het, het enige. Doe iets met je gezin. Probeer een afleiding te zoeken zodat jij effectiever deze rol kunt vervullen. om een onderdeel te zijn van de oplossing. Dat is ook waarom Allah ons bepaalde leed heeft bespaard. Zoals de profeet, die kon het leed van degenen die begraven zijn, van de overledenen kon hij horen. De bestraffingen die zij meemaakten, kon hij horen. En hij zegt in een mooie overlevering, als ik niet bang was dat jullie elkaar niet meer zouden begraven... Dat jullie niet eens in de buurt van begraven plaatsen zullen komen, dan zal ik Allah hebben gevraagd om jullie datgene te horen wat ik hoor. De bestraffingen die overle sommige overledenen meemaken. De profeet zegt met andere woorden: Jullie kunnen het niet aan. Emotioneel kunnen jullie dat niet aan. En daarom heeft Allah dat ons bespaard, dat dat een onderdeel is van het ongeziene, van Ilmul Gayb. Als we zouden weten wat de profeet wist. Over wat er aan het eind van de tijden zal plaatsvinden. Dat de fiten zullen neerdalen. Verderf zal neerdalen, zegt de profeet. Zoals druppels regen. En dat is precies wat we vandaag de dag meemaken. Verderf overal. Moordslag overal. Corruptie overal. Onrecht overal waar je, waar je kijkt. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om even een moment van reflectie te nemen. Om vervolgens weer een stap verder te zetten. En om af te sluiten, geliefde broeders en zusters, er zijn wel concrete dingen die we kunnen doen om tot rust te komen. Want je moet niet denken dat je met een Netflix-film of een serie of even op TikTok leuke of domme filmpjes gaat kijken, dat je daarmee tot rust kunt komen. Allah zozeer geeft ons middelen, geeft ons medicijnen om tot rust te komen, om even weer bij te komen. En dat is de Koran. Allah zegt in de Koran: "We wij van de Koran iets is de Koran is een genezing. zo heeft Allah dat geveld, een genezing voor het hart, een genezing voor de toestanden waarin een gelovige verkeert, want het biedt jou inzichten en het verbindt jou met Allah subhanahu wa ta'ala. En op het moment dat je dat ervaart, dan ervaar je ook de genade en barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ten tweede waar we aan moeten vasthouden, ook zeker in deze tijden, geliefde broeders en zusters, Qiyamul Layl, nachtgebeden verrichten. Al zijn het maar twee rakaat voor al-fajr. Als wij in staat zijn om met duizenden mensen de straat op te gaan, dan zouden we op zijn minst in staat moeten zijn om de moskeeën te vullen. Niet alleen maar op vrijdagen, maar op fajr, op dhuhr, op al-asr, op al maghrib En zeker wanneer je daartoe in staat bent. Want dat is wat het betekent om de islam te, in, te internaliseren en op die manier bij te dragen aan een, aan een oplossing. Dus Laten we reflecteren. Laten we een stap terugzetten, maar niet om daar te blijven, maar om tien of meer stappen vooruit te zetten. Laten we het onrecht elders niet vergeten en als een missie als doel in het leven gaan hebben om voor onderdrukten op te komen. En degene die onderdrukkers zijn, dat we het onrecht overal in de wereld gezamenlijk effectief kunnen bestrijden. Een excuses dat het iets langer هيف خديوت أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان، اللهم كن مع المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم كن معهم يا رحمن يا رحيم، انك على كل شيء قدير، يا قهار كن مع اخواننا المستضعفين في سوريا، كن معهم في العراق، كن معهم في فلسطين، كن معهم في غزه، كن معهم في اليمن، كن معهم في كل بقعه من بقاع الارض يا ذا الجلال والاكرام، انك على كل شيء قدير، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. والإكرام أخ يطلب منكم الدعاء مريض بهذا المرض مرض السرطان نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه من رحماته اللهم اشفيه يا هذا الجلال والإكرام اللهم عجل بشفائه يا رحمن يا رحيم كذلك أخت كذلك تطلب منكم الدعاء لهذا الجمع الغفير صلى الله عز وجل أن يستجيب دعائها اللهم حقق لنا ولها الرجاء اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين